ik was 16 toen ik begon met mijn opleiding en voor het eerst stage liep in een verpleeghuis met zwaar dementerende ouderen. Ja, toen hebben mijn docenten daar ook wel bij ons ingewreven van, jullie zijn erg jong, hè? Besef dat wel eens dat je nog maar 15 of 16 bent en je zulke dingen al meemaakt. Ja, jonge mensen overlijden, hartstikke ja, triest, weet je, dat doet je ook wel wat, je loopt naar buiten en je denkt er toch over na. Maar uiteindelijk, ja, zo is het leven ook en het hoort erbij en mijn taak is daarin om te zorgen dat mensen op een zo'n comfortabele mogelijke manier, een mooi mogelijke manier die kant uitgaan. En ik denk dat het hartstikke mooi is om daarbij te mogen helpen. Dat is voor ons ook het moment om daar ook goed mee om te proberen en mensen daar goed in te begeleiden. En ik denk dat we dat, of we dat altijd goed doen, hoop ik. Of we dat altijd goed bedoelen, weet ik zeker. Dus het is altijd met liefde voor het werk. Ik werk op het moment 24 uur. Met die uren in de thuiszorg zie ik het toch wel, mocht het gebeuren dat ik een vrouw krijgt of een gezinnetje start, dan zou ik toch meer moeten werken. Of ik zou een hele rijke vrouw moeten vinden. Rekening houden doen we altijd met iedereen en alles, mits het mogelijk is. En ik denk ja, dat mensen daarin ook wel eens wat rekening misschien met ons kunnen houden. Op het moment dat je meer luistert, misschien niet helemaal volgens protocol, maar dat meer persoonlijker zou aanpakken, dat je daar best wel veel mensen mee kan terugwinnen. Denk ik dat je meer mensen kan aantrekken zelfs in de zorg. Want ik denk dat er veel te halen valt in de thuiszorg. Het is een beetje de toekomst ook natuurlijk. Mensen moeten steeds langer thuis blijven, dus ik denk dat daar echt nog wel wat te winnen valt. Te kijken. Ja, als ik aanbel, ik kom natuurlijk s'avonds wel eens voor het eerst bij mensen. En die kijken me echt aan van wat gaan we nou beleven. Maar dat leer je op een gegeven moment. Mensen proberen heel makkelijk, heel snel op hun gemak te stellen. En daarin altijd een stapje terug te doen. Hè. Ik noem het maar even een metertje voor de deur wachten. Mensen schrikken toch soms een beetje. Je hoort natuurlijk genoeg verhalen dat mensen worden overvallen. We hebben te maken met ouderen en kwetsbare mensen. Maar ik denk dat heel veel mensen daar heel gauw van terugkomen. Net zo goed als dat heel vaak mensen ook zeggen, nou, ik wil liever geen mannen. En ik denk dat zelfs mannen nog wat vaak wat makkelijker zijn dan vrouwen. Ik vind vaak, vrouwen zijn misschien net ietsjes meer van het moeten. En ik denk dat mannen misschien ietsjes meer zijn van het mogen. Hè? Ik ben met mezelf daar ook makkelijk in, weet je. Ik hoor vrouwen met schoma. Ja, als ik er geen zin heb een dagje schoma, nou, dan sla ik het een dagje over. Ja, wat maakt het uit? Morgen weer een nieuwe dag. En ik merk dat sommige vrouwen, en er zullen ongetwijfeld ook mannen zijn, en er zullen ongetwijfeld ook vrouwen zijn die dat niet hebben, maar even stereotyperend denk ik dat wel het geval is, ja. En ik vind dat de thuiszorg daar ook wel naar is ingedeeld hoor. Niet het moet, maar het mogen. Ik had vandaag nog een meneer, daar moest ik een bloedsuikertje prikken. En die zei, zijn vrouw zei, ja ik wil het ook wel doen. Maar meneer vond dat toch niet zo'n heel goed idee. Dat hij dacht, ja mijn vrouw met naalden, dat kan alleen. En toen had ik hem geprikt en alles. Dus we zaten er nog een beetje over na te kletsen. En toen zei ik tegen hem, maar het was voor mij ook mijn eerste keer. Nou, en toen keek hij zo op. Wat zeg je nou? Een geintje. Weet je, dat is natuurlijk wel leuk als mensen daar. En ook dat soort dingen. Dat je kan, ik zou het niet tegen iedereen zeggen, maar sommige mensen, het is gewoon leuk omdat. En dan lach je even. Ik vind het hartstikke leuk wat ik doe. En ik zou de mensen niet zomaar in de steek kunnen laten. Dus gaan we voorlopig zeker niet doen.